Ik koop niet altijd nieuw speelgoed met zot ideeën in mijn achterhoofd, maar als ik het doe, heb ik er nog geen meter mee gereden voordat ik het koop, heeft het 2 jaar geen onderhoud gehad en ziet het er zo uit. Inderdaad, noem me zot, maar ik heb een Yaris gekocht. Geen GRMN, was te duur en uitverkocht, wel een T-sport. Een T-watte? Haha! Iedereen dat zo oud is als mij en zijn jeugd doorgebracht heeft achter de PlayStation, kent deze Yaris T-sport. Want speelde Gran Turismo, dan was dit één van de beginwagens. En geef toe, hoe vet ziet die ding er niet uit. Allee, buiten die lelijke gelakte strepen toch. En die verkleurde koplampen en die lelijke doodskopstickers. En die geluidsinstallatie in de koffer. En die mega foute LED-verlichting. En buiten die hamer die je ook in treinen tegenkomt. Nu, kijk je daar voorbij, dan is dit Toyota's poging tot een hot hatch begin de jaren 2000. Met voorin een 1500 benzine, zonder turbo natuurlijk, want begin jaren 2000. En maar liefst 105 pk. En had je echt geluk, dan werd in sommige landen ook geleverd met de volle 106 pk. En dat klinkt tegenwoordig wat magertjes, 105 pk, maar je mag niet vergeten dat deze Yaris maar 900 kilo weegt. Maar liefst 400 kilogram minder dan een moderne Golf GTI. Toch een stuk. En nu hoor ik u zeggen... Ja, Yves, dat is allemaal goed en wel. Zo'n moderne Golf GTI heeft allemaal veiligheidsuitrusting, dat stukje weegt. En dat klopt, maar zo'n Yaris heeft toch een hoop veiligheidsuitrusting. ESP, en airbags in de stoelen. Krijg je ook nog in de T-Sport deze analoge tellerpartij. En eigenlijk is dat grappig, want standaard werd de Yaris geleverd met een digitaal set. De wereld op zijn kop, want tegenwoordig zou je serieus bijbetalen voor net een digitale tellerpartij te kunnen krijgen. Ook nog speciaal voor de T-Sport is deze vijfbak. Een extreem korte vijfbak die ervoor zorgt dat je een stuk sneller kan accelereren dan een Yaris eigenlijk zou mogen. Enig nadeel, op de autostrade rij je gemakkelijk aan 4000 toeren. En dat is toch wel wat pijn aan de oren. Enfin, er is nog wat werk aan, maar dat is de bedoeling. Want ik heb de droom om van deze Johnnified Yaris een straatlegale trackday car te maken. Dus de komende maanden ga je nog serieuze video's zien van deze Yaris en mij. Zeg, waarom koopt je eigenlijk geen MX-5 gelijk een normale mens? Omdat een Yaris veel cooler is.